De NDP-fractie en de BEP-fractie die hebben gemeend om vandaag de openbare vergadering ten aanzien van de behandeling van de wet op reisdocumenten er niet lijfelijk aanwezig te zijn. De reden: de wet op reisdocumenten heeft nu geen prioriteit, maar het district Brokopondo heeft er nu prioriteit. Vooral de gebieden die zwaar zijn getroffen als gevolg van een hoge waterstand. De coalitie die zegt dat de oppositie bezig is met partijpolitiek en stemmingmakerij. We spraken hierover met NDP-fractieleider Rabin Permisser, die als volgt hierop inging. De NDP en de BEP die hebben besloten om de vergadering van vandaag ten aanzien van de wet op reisdocumenten niet bij te wonen, omdat jullie dat niet als prioriteit achten op dit moment. De situatie te Brokopondo zien jullie als veel belangrijker. En daarvoor wordt er dan aangegeven door de coalitie dat jullie dan weer bezig zijn met stemmingmakerij en partijpolitiek, heer Permisser. Zoals u weet is de situatie in Brokopondo, met name de mensen die ten noorden van het Stuurmeer, de dorpen daar beneden, als ik het zo beneden rivier, in zwaar weer, in kritieke situatie. Heel wat gebieden zijn onder water. Veel mensen hebben in totale andere gedeeltelijk hun haven en goed verloren. En hun kostgronden, ja, wat dat allemaal daar is, want daarvan leven ze ook, en voedsel, et cetera, dat gaat ook verloren. U weet, als landbouwerszoon zult u het weten waarover ik het heb. En in die alarmerende situatie en bevinden de mensen zich. We zijn nu pakweg meer dan bijna drie weken verder, toch? We zijn vrijdag naar Afbakadam geweest. Er is wat uitleg geweest aan ons. Er wordt vragen gesteld. Informatie wat ons beloofd was en al dat soort zaken. We zijn gekomen. Maar tot nu toe, als ik de balans opmaak, wat hebben de mensen aan hulp gehad? Ja? De mensen hebben aan hulp gehad één keer een pakket, bestaande uit een klein aantal goederen. Als u weet, daar zijn de gezinnen, ja, toch bestaan uit een, toch meer dan in Paramaribo, meer mensen, et cetera. Ik schat in dat zo een doos binnen één dag op is. En we zijn drie weken verder. Heel wat mensen hebben geen water. Ook de waterinstallaties, SWM-faciliteiten, ja, die zijn ook onder water. Noemt u maar op. Dus een goede inventarisatie, goede communicatie, goede hulp naar de mensen, dat ontbreekt. Want onder leiding, onder druk van de Nationale Assemblée zijn we begonnen om alle relevante partijen uit te nodigen. Die bijeenkomst is vandaag. Verschillende ministers, Staatsolie en NCCR. En daarmee zijn we vandaag om 10:00 begonnen. Rond 12:00 werd de vergadering geschorst, omdat het te lang duurde en dan zou de wet reisdocument in behandeling genomen worden. Voor ons, zeker voor de NDP en de BEP, was dat de aanleiding om dringend te vragen. De mensen zijn drie weken in zo'n alarmerende situatie, laten we deze zaak afhandelen. Ja, zodat eerder hulp geboden wordt en eerder op punten waar wij zeggen dat er meer actie of verbetering of whatever, dat daar mensen in komen. Dat was voor ons de aanleiding om te zeggen, nee, reisdocument is belangrijk, maar niet nu. Nu kijken we naar onze mensen in Brokopondo die al weken in deze alarmerende situatie verkeren. Kijkt u maar de gezondheidssituatie. Als u naar Brokopondo bent geweest, heel wat dorpen vuil wordt niet opgehaald. En als er water komt, zoveel water, wat gaat er aan infectieziektes komen? Los van honger en dat soort zaken, voedsel, et cetera. Onderwijs, wat gaat daarmee gebeuren? De mensen moeten naar hoger gelegen gebieden verplaatst worden. Wat zijn de acties op dat gebied? En noemt u maar op, in deze trant nog vele, veel en veel meer vragen die we kunnen stellen. En toen we die vergadering zo min of meer abrupt gesloten werd, hebben we gezegd, nee,
Wij protesteren daartegen. We komen terug. Het was 3 uur gepland. We zijn weer om 3 uur begonnen. Nou, we komen terug ten aanzien van onze medeburgers. Wat in Brokopondo betreft die nood, moeten we eerst daarover praten. Dat was de aanleiding. En als mensen... Ach, ik zal niet ingaan op al die politieke prietpraten. Daar ben ik ook niet op ingegaan. Het gaat om humaniteit. Om prioriteit die je stelt ten aanzien van eigen Surinamers. Ja, toch? Ten aanzien van reisdocumenten. In de afgelopen weken vele andere wetten. Dan mag je iedereen vragen. De hele coöperatieve houding van de Nationale Democratische Partij. Als wij naar verschillende commissievergaderingen niet waren geweest, dan hadden ze geen quorum, hadden ze niet kunnen vergaderen, hadden we die wetten ook niet kunnen voorbereiden. En zo kan ik vele zaken noemen. Dus men moet niet bij ons komen om te praten in termen van wat u daarnet hebt aangehaald, toch? Alsof we niet meer... Nee, voor ons is het op dit moment, al mensen weken in nood verkeren, is een alarmerende situatie. Laten we daarover, en eigenlijk, ik heb het daarnet ook aangehaald, staatsolie toont zich van de goede zijde om de hulp A, B of C. Maar ook hulp moet planmatig gecoördineerd geschieden. Wat ga je doen ten aanzien van voeding? Welke gebieden en noem maar op. Hoe gaan die mensen geherhuisvest worden? Mogelijk voor een tijdje of wat dan ook. Etcetera, etcetera. Nou, dat, en ik mis een beetje in de afgelopen periode de regiefunctie van de overheid. Om alle partijen bij elkaar en een duidelijke lijn ten aanzien van communicatieplan. Zijn de mensen op tijd ingelicht wat gaat komen en wat de mensen moeten doen? Langs welke lijnen is dat gegaan? Staatsolie geeft dat door aan de DC, maar het is gebleken dat is niet voldoende. Welke andere communicatielijnen zouden we moeten hebben? Is er een emergencyplan? Nee, laat me even terugkomen. Als er een communicatieplan is, dan moet dat communicatieplan voor iedereen toch bekend zijn. Het moet niet dat ik een communicatieplan en hem op papier in mijn boekenkast heb. Nee, het moet voor iedereen bekend zijn. Als dit gebeurt, knopje A, knopje B en die en dat, etc. Dat bedoel ik. Dat is een plan. Maar wie van de regering, heer Permisser, zou de regie in handen moeten hebben? Ik kom daarop als het mag, hoor. En dan ook ten aanzien van emergency, zoals nu, water. Welke stappen moeten we zetten? Welke rol heeft welke actor? Ja, toch? Dus dat soort en meer zaken, ja, dat is voor ons van belang om goed met elkaar af te stemmen, zodat direct en snel hulp, communicatie, informatie geboden wordt aan de mensen. Dat in het kort, hoor. Uw vraag was wie wat en ja, wie wel. De regering, ja. Maar de regering is groot en log. Wie van de regering zou de regie in handen moeten hebben? Nou, zo en zo de president die dan moet zijn team of zijn minister aanwijzen. Als u mij zo vraagt, theoretisch, is de minister van regionale ontwikkeling en sport. Toen wij daar waren in het gebied, dat was dus vrijdag laatst, was de minister van regionale ontwikkeling al een paar dagen in het gebied. Ze heeft in dat gebied ook met de mensen. Dus dat is het wel, maar met welke tools stuur je haar naartoe? Hoeveel geld, hoeveel middelen, met welke plannen, et cetera? We hebben het al gezien een paar weken eerder. Voor het heel binnenland heeft meneer Brunswijk toch hier in het parlement aangegeven dat er 6 miljoen daarover gesproken wordt. Of het beschikbaar was gesteld, dat weten we niet eens. Ja, toch? Dus je kan een minister sturen, maar heb je de minister geëquipt? Met hoeveel middelen, met welke plannen, naar welke zaken. En heeft ze een team kunnen krijgen van de regering. Ja, toch? Want het is niet alleen... Maar eerst maar een voorbeeld. Ja, toch? Dus het is aan de president om te zeggen welke minister, et cetera, moest gaan. Dus dat was het eigenlijk. En we zijn nu met de vergadering verder. We merken, dus daar de regiefunctie bij de overheid ontbreekt, zullen wij het parlement, en dat is net besproken, het op zich nemen dat er vanuit het parlement ook een commissie samengesteld wordt om op deze zaken te letten. Dat is een goede zaak, dat we dat gaan doen ook. Maar oké, terwijl ik met u praat, is de vergadering gaande. Maar wat hoopt u, heer Permisser, dat het feit dat
het parlement het hoofd buigt over de kwestie Brokopondo. Dat is mooi, maar welke acute of welke concrete dingen hoopt u dat er hieruit mag voortvloeien? Nou, wat we brainstormen, et cetera, is goed. Maar op dit moment, nu, moeten de mensen concrete hulp krijgen. Ten aanzien van voeding, ja toch? Ten aanzien van zware inspectie, wat er gebeurt daar ten aanzien op het gebied van volksgezondheid. Vuil ophaal, dat is al lang blijven liggen. Ja, over dat soort zaken. En dan nu actie ten aanzien van de herhuisvesting, tijdelijk of whatever. Want die mensen kunnen niet in dat water, ja toch, blijven. Dus nu humanitaire menselijke noodhulp moet er nu gegeven worden. En dan moet er onderwijs inkomen en andere zaken ook, ja toch. Dat is nu dringend vereist. Daarom onze ontevredenheid van morgen. Het is meer dan bijna 3 weken en de mensen, wat voor hulp hebben ze gehad. Ik hoop dat er vanaf vanmiddag, vanaf nu, vanavond al, maar so to speak, as soon as possible, deze zaken de mensen bereiken.